Vier jaar geleden maakte u van D66 de grootste partij van Leiden. Ik wil u graag vertellen wat er met uw stem gebeurd is en waarom wij weer de grootste willen worden. In een referendum sprak de Leidenaar zich uit tegen een tram door de stad. D66 maakte de afgelopen vier jaar een beter plan. En steekt het geld in extra treinspoor en een kwartiersdienst naar Utrecht. Het overgebleven geld gaat naar vrije busbanen en extra fietspaden. De Oostvlietpolder bleef groen en draagt samen met het straks nieuwe Singelpark bij aan het prachtige woonklimaat van onze stad. Met honderden ondergrondse afvalcontainers gaan we het jarenlange probleem met zwerfvuil en meeuwen oplossen. En de bewoners van de Oude Kooi krijgen na decennia weer droge voeten. Maar D66 heeft ook gewerkt aan de bereikbaarheid van Leiden, extra parkeerplekken, studentenwoningen, winkel op zondag, de Lakenhal, duurzaamheidsfondsen, dierenwelzijn en de Leidse kenniseconomie. In de komende vier jaar wil D66 verder vooruit met Leiden. En dat betekent extra geld voor onderwijs, voor uw kinderen of Leidenaren zonder baan. We willen goede scholen die in samenwerking met bedrijven werken aan de kenniseconomie en banen van morgen. Met extra geld voor fietsvoorzieningen, hernieuwbare energie en meer groen werken we aan een duurzaam Leiden. En we willen extra geld voor concrete projecten die de leefbaarheid vergroten in de Leidse wijken. En we besturen natuurlijk op de D66 manier. Samen met u. Met een open en transparant bestuur. Met uw stem kan D66 Stad Leiden verder vooruit.